vooral bij Heerenveen en Leeuwarden, dat trok ook verschrikkelijk veel toeschouwers. Ja, want ik zag het, je was in rijen dik hier. Rijen, daar stonden 15, 16, soms 17.000 mensen. En toen in die heerlijke tijd zat de jeugd zat nog aan de binnenkant van het veld. Die zat nog in het gras. Nou, daar moet je nu omkomen. Hè? Het is haast achter prikkeldraad. Dat was een hele mooie tijd. En een hele mooie herinnering heb ik er nog aan dat wij hier in Leeuwarden met 6-0 wonnen. En dat Abe vlak voor de rust, het was 3-0. Toen ging Abe naar de kleedkamer. En toen had ik net. Hier zie je nog. Ja, waarschijnlijk wel, ik wil het niet zeggen. Maar dat was ook feitelijk een van de mooiste doelpunten die ik scoorde. Want dat was de derde en dat was een strakke voorzet waar ik met een snoekduik in kwam en de uiterste bovenhoek kapte. Dus dat zijn dingen die vergeet je niet. Maar daar ben je geen beelden van, hè? Nee, dat hadden we in die tijd niet. Hè? Je moet het met een enkele foto doen. Maar de tv-beelden, dat bestond in die jaren niet. Dus ik ben die maar leeuw op die mooie eigen. Ja, doe dat maar echt. En het bewijs van de plakboeken uiteraard. Hè?